Welkom weer bij Drimmelen Politiek. De zomervakantie is voorbij, de meeste mensen zijn weer aan het werk, de kinderen zijn naar school. Maar ook de gemeenteraad begint weer aan een heel nieuw politiek jaar. En dat doen ze door deze keer te starten met een opinieronde. Dan gaan ze discussiëren over een bepaald onderwerp. Er staat maar één punt op de agenda en dat is het heroverwegen van de nota grondbeleid. Een mond vol, maar er is ontzettend veel over te discussiëren, te praten enzovoorts. En onze eerste gast is vanavond aan tafel Leo Mol van GroenDrimmelen. Zeg ik dat goed? GroenDrimmelen VP D66 officieel, maar GroenDrimmelen is prima. Ook een mond vol, maar ja. Zo is het officieel. Ja. Leo, welkom. Dankjewel. Wat is nou eigenlijk een nota grondbeleid? Ja, de nota grondbeleid is een officieel beleidsstuk waarin wij als gemeente afspraken maken over hoe wij omgaan met stukken grond in de gemeente, met waar huizen mogen komen, dat soort zaken. Daar staan niet echt locaties in of zo, maar het gaat meer om hoe je omgaat op grote lijnen met aankoop van grond, met het bouwen van huizen en dat soort zaken. En heeft daar ook een geldpotje, spaarpotje mee te maken? Ja, de nood- en grondbeleid op zich, daar zit weinig, dat heeft weinig met geld te maken. Het gaat natuurlijk wel in de bouwplannen die daar aan vast komen te hangen. Mm-hmm. Daar gaat natuurlijk heel veel geld in om. Want dat zijn soms grote plannen, soms kleinere plannen. Ja, die bouwplannen, het maken van bouwen van woningen, ja, daar gaat veel geld in om. Ja, wat voor woningen worden dan gebouwd? Nou, het gaat eigenlijk, de nood- en grondbeleid gaat over alle bouwplannen in de gemeente. Dus zowel de inbreiding, dus in de kernen bouwen als buiten de kernen of richting de randen van de kernen bouwen. Dat gaat er allemaal in de nood- en grondbeleid. Dus die plannen, dat is echt alles wat ermee te maken heeft. Maar heb je dan ook soorten woningen? Want ja. Ik heb wel eens het woord spoedzoekers gehoord. Ja. Stond ook in die nota. Ja. Wat ja. Is dat? Een spoedzoeker is iemand die voorrang krijgt op de huizenmarkt, omdat wegens persoonlijke situaties bijvoorbeeld ineens iemand een huis nodig heeft. En dat kun je van alles maar voorstellen. Dat zijn mensen die gewoon in een situatie terechtkomen waar ze niet in hadden willen komen. Ja, ja. En met spoed een huis nodig hebben. En er zijn natuurlijk ook nog andere groepen. Zijn heel veel groepen. Hmm. En de nood- en grondbeleid die gaat niet zozeer over die doelgroepen. Maar we kunnen met die nood- en grondbeleid kunnen wel afspreken hoe we daarmee omgaan met die doelgroepen. En wordt dat vanuit Den Haag elke gemeente geadviseerd of opgelegd wat een gemeente zou moeten of kunnen doen? Het is vooral de provincie die ons vertelt waar wij bijvoorbeeld wel en niet mogen bouwen en wat we wel en niet mogen doen in het grondbeleid. De provincie is eigenlijk die controleert de gemeentes of ze op de goede plek bouwen en of ze de goede dingen doen. Maar wij zijn daar redelijk vrij in als gemeente. En je ziet ook in de nota grondbeleid nu dat we wat meer eigen keuzes gaan maken. Ja, ik heb hem gelezen. Ja. En het is een leuk stuk, een taai stuk, maar ja. Je moet het wel allemaal uitleggen enzovoort. Want de nota grondbeleid, als ik me nog goed kan herinneren, is een onderdeel van de omgevingswet. Ja, uiteindelijk als de omgevingswet in werking treedt, dan is de nota grondbeleid daar een onderdeel van. Mm-hmm. Dus eigenlijk alles wat straks met grond en met bouwen en met ruimtelijke ordening te maken heeft, dat komt allemaal in de omgevingswet. Mm. Ja, daar is dit straks een onderdeel van. Dus dit is nu zo geschreven dat het in die omgevingswet past. Oh, het klinkt heel makkelijk, maar ja, het was wel een zo'n dik stuk hè, wat je door moet lezen. Ja, maar goed, het is wel heel boeiend, want ja, we leven in een democratisch land, dus iedereen mag wat zeggen. Ja. Wat jullie hebben vast besproken als partij GroenDrimmelen, hoe kunnen jullie nou die belangen van de bewoners tegemoetkomen of behartigen? Nou, daar is de nood- en grondbeleid nu een heel mooi stuk voor. Want wij kunnen nu, als GroenDrimmelen, vinden wij natuurlijk heel belangrijk dat onze inwoners de juiste huizen kunnen vinden op de juiste plekken. Dat er voor de goede doelgroepen wordt gebouwd. Dat er gewoon huizen komen die betaalbaar zijn, die mooi zijn, die leuk zijn, op een goede plek staan. Nou, dat kunnen die nood- en grondbeleid, kunnen we dat nu bespreken. Dus wij hebben vanavond een heel belangrijke vergadering. Want wij gaan vanavond zeggen wat wij van die nota vinden, maar ook wat wij nog missen in die nota of wat wij nog willen aanvullen of waar wij de speerpunt in de nota willen leggen. Dus wij kunnen voor onze inwoners met die nota grondbeleid regelen dat de komende jaren, tientallen jaren, de juiste woningen worden gebouwd op de juiste plek. Noem eens een voorbeeld. Hebben jullie als GroenDrimmelen een bepaald speerpunt dat je zegt, nou daar gaan we ons hard voor maken? Ja, ja. Wat wij zien is dat er voor ons zijn natuurlijk twee belangrijke punten. Het eerste belangrijke punt wat wij in die nota grondbeleid goed geregeld willen hebben, is dat wij bouwen voor de mensen die in onze gemeente willen wonen. En dat betekent dat er voldoende goedkope koopwoningen en huurwoningen moeten zijn. En dat konden wij vroeger, voorheen, in de oude nota, wat lastiger regelen. In de nieuwe nota die er nu komt,
wordt dat een stuk makkelijker. Want wij gaan iets, ja, tenminste als het aan ons ligt, gaan wij een iets actiever grondbeleid voeren. Zodat we iets meer invloed hebben op wat er nou precies wordt gebouwd. Nou, dan, want je ziet, we kunnen er eindeloos over praten. En de tijd vliegt. Denk je, nee, laat ik het zo zeggen. Gaat Groen Driemelen dan straks bij de opinievergadering die straks begint, de pijlpunten die de college heeft voorgelegd, mee akkoord? Of kan die zich daarin vinden? De meeste pijlpunten kunnen wij ons voor een groot deel in vinden. We hebben natuurlijk wel wat opmerkingen bij wat pijlpunten. Daar verbaast jou niks. Nee. Dan weet je hoe dat werkt. Er zit een pijlpunt in waar we het helemaal niet mee eens zijn. Het laatste pijlpunt zegt dat wij nu in de opinieronde deze nota al gaan instemmen met deze nota. Ja, nee, dat kan niet. Nee, maar dat komt later. Dat komt later. Ja. Maar over het algemeen, dus dat punt van actieve grondbeleid, waardoor we goedkopere woningen op de juiste plek. Maar ook voor ons het tweede belangrijke punt, dat we duurzamer, natuurinclusiever kunnen gaan bouwen. Ja, dat is natuurlijk een speerpunt van jullie voor partij. Ons, heel belangrijk. Ja. En die combinatie, die zit er best wel goed in verwerkt. Nou. Dat komt natuurlijk door het hele voortraject dat we hebben gehad. Dus een compliment aan het college. Ja, zeker. Nou, zeker. Kijk, en daar staan jullie dan ook voor. Ja. Ja. Leo, dankjewel. Graag gedaan. Kort maar krachtig. Ja. Tot de volgende keer. Bedankt. Oké. Onze volgende gast is Hanneke de Bruyne van de Partij van de Arbeid. Welkom, Hanneke. Leuk je weer te spreken. Ja, goedenavond. Lies. Nou, opinieronde, ik heb het net al gezegd, herijking of heroverweging van de nota grondbeleid. Waarom wordt dat nu gedaan? Nou, dat is heel grappig dat je dat vraagt, Loes. Want een aantal jaren geleden al heeft de Partij van de Arbeid hier specifiek om gevraagd. En dat komt eigenlijk omdat wij vinden dat er al jarenlang wel woningen gebouwd worden, maar niet de juiste woningen voor onze inwoners. Dus te weinig starterswoningen. Oh ja. Dus voor jongeren om in de gemeente te kunnen blijven wonen. Maar ook te weinig gelijkvloerse woningen voor onze ouderen, zodat ze door kunnen stromen. Dus jullie hebben dat ook aangedragen om daar eerder mee te komen dan de 4 jaar die ervoor staat om dat sowieso te herijken. Aangedrongen hebben en zijn langzaamaan zijn daar meerdere partijen bij aangesloten. Ja. En uiteindelijk ligt het nu. Ja, want het is natuurlijk een heel hot item, ook landelijk gezien. Ja. Want die woningbouw, daar wordt natuurlijk door het Rijk aangegeven, enzovoort, enzovoort. Heb jij het gevoel dat in deze gemeente dat er souplesse is of dat er ruimte is om dat te gaan bouwen? Dat denk ik wel. En het wat we eigenlijk willen oplossen met dit nieuwe grondbeleid, is dat we te afhankelijk zijn van de projectontwikkelaars. Want de projectontwikkelaars zijn de eigenaren van de grond. En als wij als gemeente zeggen, maar wij willen dat jullie daar starterswoningen opbouwen, dan kunnen ze lukraak 3-4 jaar wachten. Want dat hoeft voor hun niet per se. En met de project... en wij zijn er eigenlijk achter gekomen dat je zelf de grond in eigendom hebt als gemeente. Was dat niet zo? Nee, dan bepaal je wat je kunt bouwen. Dus de gemeente moest elke keer zorgen dat ze ergens grond kon kopen om te bouwen? Nee. Of hebben we niets in bezit? We hadden vrij weinig in bezit. Er zijn twee hele mooie projecten waarvan je kon zien dat omdat de gemeente de grondeigenaar was, er starterswoningen gebouwd zijn, het F-veld. Ja, ja. En bijvoorbeeld de Ecologische Wijk, ook een inwonersinitiatief op het E-veld. In Terheide. Allebei in Terheide. Ja. En dan kun je als gemeente eigenlijk bepalen wat voor soort woningen er komen. En in deze nota wordt dus gevraagd om hoe jullie als partij daarover denken, om meer regie te krijgen op die locatiewinning dan. Zeg ik dat dan goed? Ja. Wij zouden willen dat het college wat actiever is, dat als zij kansen zien om zelf grondlocaties te kopen. En dat kunnen ze nu niet? Dat kunnen ze nu niet. Dat kunnen ze nu in principe wel. Maar omdat wij een wat terughoudender grondbeleid hebben en we dus ook de financiële middelen daar nog voor moeten vrijzien. Ja, want vrij wat bedoel je maken. Met terughoudender grondbeleid? We waren eigenlijk alleen maar faciliterend. Dus wij gingen hier als gemeente zitten wachten totdat er een initiatiefnemer kwam met grond en een projectontwikkelaar. Dan hoef ik niet te vragen hoe jullie over dat pijlpunt denken, welke mening je dan moet geven straks. Nee, wij staan op zich heel positief in het voorstel. We willen alleen nog 3 dingen aanvullen. Eén daarvan is dat wij ook vinden dat je op voorhand rekening moet houden met mobiliteit.
Ja. Dus hoe is het met openbaar vervoer bereikbaar? Mm-hmm. Of hoe doe je de afwikkeling van het verkeer? Ja. Dat je niet de afwikkeling van het verkeer door hele smalle straten laat gaan. Dus daar moet je van tevoren over nadenken. Mm-hmm. Dus dat moet zeg maar in het eikpunt moet al toegevoegd worden. En dat ga je ze allemaal meegeven. Ja. En daar wordt over gediscussieerd. Of daar kunnen we vanavond over discussiëren. Is dat veel anders dan wat in jullie partijprogramma al stond of staat? Nee. Dus stond allemaal al in ons verkiezingsprogramma. Ja. Zowel het verruimen van het grondbeleid stond in ons afgelopen verkiezingsprogramma. Als ook de afwikkeling. En nog één vraag. Vinden jullie of vind jij, is dit eigenlijk een taak van een gemeenteraadslid? Om zoiets hier allemaal dat beleid te bepalen? Ja, zeker. Dat is uitgerekend de taak. De gemeenteraad bepaalt het en het college voert het uit. Oh, op die manier. Maar dus, uiteindelijk. Het is niet andersom. Nee, het is niet andersom. Dus het college doet voorstellen zoals ze het graag zouden zien of zou kunnen. Nou, ik denk dat het college al een tijdje heel goed naar de raad geluisterd heeft. Ah. En weet welke kant de raad al ongeveer uit wil. Nou, dankjewel Hanneke. Ik wens je heel veel succes straks. Dankjewel Loes. Okay. Leuk je gesproken tot te hebben. Volgende keer. Tot de volgende keer. Nou, over dit onderwerp is natuurlijk ontzettend veel en heel lang nog te praten en te discussiëren. In de raadsvergadering die gepland staat op 16 november komt dit onderwerp op de agenda om hopelijk dan vastgesteld te worden. Dank voor het kijken weer naar Drimmelen Politiek. Tot de volgende keer en voor nu, dag!